Tot eind jaren 70 was het stukje Nieuwe Zes-Voorburgwal tussen Spuin en Paleis het epicentrum van journalistiek Nederland. Alle grote krantenredacties bevonden zich hier. In de hete zomer van 1966 was deze plek een toneel van straatgeweld zoals we dat nog niet eerder hadden gezien. Wat sinds kort is omgetoverd tot een liefelijk miniparkje was eind jaren 60 de locatie van de zogenaamde Telegraafrellen. Een enorme vechtpartij tussen politie en boze bouwvakkers bij het kantoor van de Telegraaf. De rellen duurden dagen, er vielen doden en er waren 80 gewonden. Toen wou de burgemeester Van Hal moest laten aftreden vanwege deze rellen. Ver voor dit latere tumult was de Nieuwe Zes-Voorburgwal de smalle waterweg die langs het Spui helemaal doorliep tot Amstelveen. Terwijl de stad door de eeuwen heen uitbreidde en veranderde, bleef deze plek een druk bevaarde waterweg. Pas aan het einde van de 19e eeuw werd de vaart gedempt en ontstond de Nieuwe Zes-Voorburgwal zoals we die tegenwoordig kennen. Na de demping van de gracht in 1884 ontwikkelde het gebied zich al snel tot het latere mediacentrum, zoals het dat bijna een eeuw zou blijven. Moderne communicatiemiddelen als telefoon en radio stonden nog in de kinderschoen. Televisie en computer bestonden nog niet. Voor nieuws was men dus aangewezen op de krant. Die verscheen dan ook 2 maal per dag. Een ochtendeditie en een avondeditie. Op de Nieuwe Zes-Voorburgwal zaten de nieuwsredacties van de grootste kranten. Dat had voornamelijk met de nabijheid van het Hoofdpostkantoor te maken. Het huidige Magna Plaza. Hier gingen redacteuren naartoe om per telegraaf buitenlandse berichten van collega's te ontvangen. Na het werk, en vaak ook daartussendoor, troffen de journalisten elkaar in Café Scheltema op nummer 242, naast het kantoor van het Algemeen Handelsblad. Tegenover het gebouw van het Handelsblad zat het hoofdkantoor van de Telegraaf. Het dagblad De Telegraaf, inderdaad vernoemd naar eerder genoemd communicatiemiddel, is in 1893 opgericht door bierbrouwer Gerard Heineken en zakenman jonkheer Henry Tiendal. In de jaren 60 van de vorige eeuw was het met een oplage van 350.000 op 12 miljoen Nederlandse inwoners de grootste krant van het land. Internet bestond nog lang niet en de televisie bestond nog uit 2 netten. Radio en de krant waren de primaire nieuwsbronnen. Op 13 juni 1966 kregen Amsterdamse bouwvakkers hun vakantiegeld in bonnen uitgekeerd bij een hoofdkantoor aan de Marnixstraat. Toen bleek dat degenen die niet aangesloten waren bij de vakbond 2% minder kregen, ontstonden de vechtpartijen. Het liep dermate uit de hand dat de politie werd ingeschakeld. En die trad hard op. Daarbij vielen doden. De 51-jarige bouwvakker Jan Wegelaar. Volgens getuigen was hij vermoord door de politie. Maar volgens het commandant van de politiemensen lag Wegelaar al op de grond voordat de politie in actie kwam. Het ziekenhuis waar Wegelaar naar binnen werd gebracht constateerde geen verwondingen waaraan hij kon zijn overleden. Diezelfde nacht om 2:30 was er een persconferentie waarbij de politie verklaarde dat Wegelaar aan een hartaanval is gestorven. De Telegraaf kon het nieuws nog net in haar ochtendeditie krijgen, waardoor die krant om 6:00 het eerste en enige medium was dat meldde dat Wegelaar niet was vermoord, maar waarschijnlijk door een noodlottig ongeval om het leven was gekomen. De bouwvakkers waren razend om deze leugen. Zij verdachten de politie van moord en verzamelden zich 's ochtends vroeg op het Jonas Daniel Meijerplein. Vanaf die plek gingen ze naar het Telegraafgebouw. Daar vond een ongekende harde veldslag met de politie plaats. De bouwvakkers probeerden het gebouw binnen te dringen, maar werden door telegraafmedewerkers met een brandslang op afstand gehouden. Auto's van de Telegraaf werden in brand gestoken. Het bleef nog 3 dagen onrustig in de stad. Maar dit keer waren het met name jongeren die de straat op gingen, geen bouwvakkers. De politie schoot met scherp en er werd voor het eerst traangas ingezet en een politieagent werd bijna gelyncht door de razende meute. Er waren in totaal 80 gewonden. Het waren de ernstigste rellen in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen waren groot. Zo moest de dan zittende burgemeester Van Hal uiteindelijk aftreden vanwege zijn rol bij de rellen. Het harde optreden van de politie werd alom veroordeeld en leidde tot een mildere de-escalatietactiek, zoals we die tegenwoordig kennen.
In 1985 vertrok de Telegraaf naar de Basisweg en kocht de Amsterdamse Bank Kasassociatie het gebouw. Inmiddels is het Telegraafgebouw alweer overgegaan in andere handen en volledig verbouwd tot kantoorruimte en woningen. De nieuwe Zes Voorburgwal is afgelopen jaar op de schop gegaan en een stuk groener geworden. Het nieuwe postzegelpark heeft meerdere plekken om rustig te zitten en het roemruchte verleden van deze plekken te overdenken.